Nog 2 uurtjes te gaan en dan wordt het eindelijk weer dag. Gaan we het allemaal overleven? Dat zie je nu in Until Dawn, aflevering 9. En daar zijn we weer. Chapter 9. Nog 2 uurtjes te gaan. Oh nee, niet dicht doen. Die vrouwtjes komen er nog aan. Oh ja, kan die nog open? Nee, niet meer. Nee. Weet je, laat ze dan maar staan ook, joh. Ja, maar hier heb je dat juist die ding vandaan komt. In de sanatorium. Ja, maar hij moet toch iets vinden of zo? Maar hij moet Josh vinden, zeg. Een sleutel. En een sleutel. Maar Josh. Die is hartstikke dood, maar dat weet ik. Vorige aflevering was hij nog springlevend. Zat hij gewoon nog even gezellig te praten met de psychiater, geen met die man. Met ja, ja. Met die moni. Ammoniak. Met die meegesleutel. Het spel zelf ziet er best wel mooi uit nog. Of niet vooral? Prima. Holy shit. Het is wel een mooi spel. Ik vind alleen... Het is wel een spel van een paar jaar geleden al, hè? Ik vind alleen, ook qua spel, dat ze een beetje te veel praten. Ja, maar dat is dit spel. Ja, maar bedoel... We hebben het wel zo gepakt vorige keer. Ja, misschien moeten we even ronddraaien. Kan je niet zo'n potje pakken, want die ligt er niet. Er is een trap opgevallen. Wat die hond lag hierin. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, naar boven joh. Oh, naar boven. Gewoon gaan. Maar als je iets ziet moet je gewoon gaan joh. De trap loopt niet zo lang. Ja maar kijk, hij is tenminste normaal. Want als je dan gaat maar rennen dan ben je boven helemaal kapot. Ik heb gelijk gewoon per stap gezet. Maar normaal als je naar boven rent dan ben je helemaal kapot joh. Ik was net wel een beetje aan het hijgen. Nu zit achter het hekje. Auw. Oh, lekker. Oh, een afgezaagde shotgun. Neemt hij die mee? I just need a pitchfork and a mob. Wat is dit? Ja, maar hij weet natuurlijk een handje vol kogels, even in het zakje. Ik zal nog een handje. Dat ik dat geweertje laat liggen. Ik zal nog een handje meenemen, maar ja. Good enough. Dan neem je toch gewoon je hele zak vol met, tuurlijk, met kogels mee. Hij neemt gewoon een handje, laat hem joh. Ja. Ook gewoon wat in zijn balzak wat jij zegt. Zin in heeft. Kan we hier vandaan of niet? Oh, je bent een eikel jij, joh. Nee, hier kwamen we niet vandaan, vooral. Dus we gaan goed. We moeten daar denk ik gewoon naar binnen. Ik heb zo'n gevoel dat die honden hier nog zijn en dat we gewoon een roedel hebben straks. Hier kwamen we wel vandaan, vooral. Hij moet er niet weer. Ja, maar waar moeten we heen dan, joh? Ja, ik weet niet wat er. Kan je nou pauze klikken? Dat zie je toch altijd, hè? En niet op. Oh ja, hier. Get to the sanatorium to find Josh. Yo, niemand vertrouwt ons. Cable car key. We zijn nog steeds een goeie, met Jess zijn we nog steeds goed. Alleen Jess is dood praten. Ja, met Jess kunnen we ook bijna fout doen nog. Is hier aan de andere kant geen deurtje nog? Hierachter bedoel ik, achter je. Behind you. Behind you. You're going the wrong way. That's not a problem. Yeah, that's right.
Had hij weer schieten hoor. Ja. Ik ben gelijk uit mijn kogeltje erin. Je weet dat hij dubbelloops is. Ben je loops? Maar hij kent me nog. Ja, kijk, ze kennen elkaar nog. Have you seen me again, huh? Daarom zei ik tegen jou, neem dat bordje nou, breng dat nou. Dat is die butterfly effect. Alright, good boy. Alright, pal. You're coming with me. Hij maakt zijn eikel om in te bijten. Schiet hij hem alsnog nog, gewoon neer, hé. So, we're not flying blind. There should be a way through the psychiatric wing that'll take us right outside the mine. Think you can handle that? Aan de ene kant is het toch wel fijn als ze rond mee lopen. Moet je hond volgen? Ja, die weet het. Die is hier vaker geweest, denk ik. Nou, hij is gewoon weggegaan. Maar waar is zijn broeder? Die heb ik door zijn kop geknald. Die schrok je. Ik schrok zeker niet, maar... Nee, zit je nou te schreeuwen, joh? Kidoki boy, calm down. Daar ziet er veel meer kleur uit. Ja, maar op sommige plekken zit het veel donker. Ja. Wel mooi, dan. Wish I could move like you, Wolfie. Stuck on this side. Alright. There goes nothing. Alright. Awesome. Je hebt die buiten gesloten. Hij moest alleen even de weg weten. Verbuik je nou? Zie je daar? Oh, welke route heb je genomen dan, joh? En we gaan weer naar beneden. Hé, hey, daar is zijn broeder. Oh, son of a bitch. Is die hond? Nou ja. Het is gewonder als boven de muur. Het is even een dierenfeitje tussendoor. Hey, je kon wat pakken of niet? Of kon je kijken alleen weer? Fuck man. This is truly disgusting. Fijn dat je even naar zijn ingewonnen kijkt. Ja, maar voor mij lacht er wel wat in. Sexy toch? Daar loopt hij al. De ammoniak. Ja, hoe heet hij nou? Ammoniak. De maniak, nee. Ja, de maniak. Nee, dat is wat anders. Nee, een maniak is wel. Een Wendigon heet hij. Oh, joh, echte naam, gewoon echte naam. Ja, ja, een Wendigon. Now we're in the prison. And we're going to break out. Huh? Nee, hij is een rat, joh. Ik kan echt niet schieten hier. Fucking rat. What the fuck, joh? Yeah. Helemaal wild, joh, dat beest, joh. Ja, go left gaat die. Nice. Ja, dat is
Die hond is voor afleiding. Die gaat wel straight. Misschien is het wel handig om even een kogeltje in je shotgun te plaatsen. Ja, die zag je al van 100 meter aan. Je zit ook echt om je heen te kijken nu, hè? Die heeft hij ook nog, joh. Oh, die hond is er opeens wel. Ja. Ja. Maar die weet elke hond. Kort dan. Shh, shh, shh. Weet je, kan hem ook vast houden. Ja, oh, hier, er is er eentje. Dat zijn allemaal verschillende ofzo. Ja. Dat is bij The Walking Dead. Oh, dit is dat... Wade, dat zicht dat we elke keer zagen. Wel. Oh, oh! Ja, maar ik beweeg echt niet. Ik hou hem helemaal stil, hè. Die hond gaat je redden. Oh. Oh, die was ook wel lekker. Alleen hij heeft het zwaardje mee. Loopt gewoon niks ook, hè. Dammit. Op gelijk ook. Nee, dat is Pharrell was dat, joh. Wat? Dat is niet eng, man. Dat is niet nodig. Hè? Maar ga je ook niet bijstaan, man. Maar denk, elke kogel heb ik nodig straks. Oh, dit hadden we gezien, dit. Met dat handje. One at a time, boys. Allemaal in de prison. It's enough for me for all ya! Geen zin. Ze gaan toch niet dood van kogels. Ik wel goed opletten, dan denk ik niet dat je gevallen bent. Nu denk ik wel. Ja, kijk, maar die moet wel. Laat ze deurtje open. Ja, maar misschien moet je daar wel zijn. Oh nee. Vrij is echt lekker bezig, joh. Totdat we hem wel een keer nodig hebben. Oh ja, nu. Nee. Ja, nu hebben we hem wel nodig. Nu weer ook gewoon beter. Nu gaat hij zichzelf kapot maken. Ja, maar dat weet hij niet. Ja, maar dat weet hij niet. Dat weet die andere wel. Ja, die hond gaat hem redden. Deze wacht hem nog. Wat gaat hij doen? Ik schrik gewoon van het klote geluid. Je gaat die rollen en dan erop schieten op dat tonnetje, joh. Boom. Iedereen is loose nou, joh. The woos is loose.
We zijn ook gewoon stil allemaal, hè. Ja, maar... Omdat er gewoon... Je moet gefocust zijn. Ja, ik weet het. Anders schrik je, ja. Anders schrik je die klootcontrole aan. Waar is die Dago ook? Ik kan vaak met voor zijn in een andere route. Je neemt die afsnijroute, joh. Ik hoor ze alweer, hoor. Hij loopt op zo'n kantjes. Ja, ik hoor het. Oh, dat is toch kloot. Oh, kijk, de hete er rond hier op de kamer. Joh. SK, barricade Thomas alsnog. Ja, ja, ja. Kijk, en is er maar eentje, oké, okay, maar er komt er zoveel. Kom maar down. Sorry. Die is neer. What the fuck? Die is neer. Je nou toch wel moeten barricaderen. Oh ja. Wat heb jij die hond? Twee keer heeft hij niks gedaan toen we daar aangevallen. Oh, heerlijk joh. We zijn weer gelijk vanaf. Zo simpel is het. E-sports hun tot dan. Nu komen ze allemaal, joh. Dat is een kooi. Hier. Ik heb ze allemaal gewoon in één keer doodgemaakt. Zo simpel is het. Jessica? Yo. Dit kan niet. We hadden zo nog een tijd voor. Maar ze mag er wel wezen. Zij zat diegene met die bloemetjes onderbroek. We gaan ze ook tegenkomen. Hey, wat zag ik van als die vergaan? Ja. Eentje loopt altijd heel ver voor. Een lekker camera overzicht dit. Ja. De leukste camera's hebben ze wel hier hoor. Ik weet niet hoe die cameraman hier is gekomen. Die kruipt die. Is zo'n bestuurbaar autootje nou? Dat is een Call of Duty. Hij is gewoon lekker aan het schijnen. Maar die is dicht. Shit. Mike must have locked it behind him. Crap. There's gotta be another way in. Nou, gaan ze onderdoor gaan ze. Hey, what about this? Die komt Jessica uit deze. Ja. I mean, should we try it? Well, it's not like we got a whole lot of choices here. Ja, we hebben een kwartetje. Waarom moet ze ook altijd kreunen als ze iets doen, hè? Oké, this is maybe the last place I would want to be right now. So who's going first? Nee, dat is Anna, die is lelijke. Ja, ja. It's not so bad. You think this the tunnel to the anders gaan ze naar elkaar staren. Eentje moet de lijn nemen. Where else would it go? Zit er nog steeds onder dat bloed.
Dat is ook net bloed, hè? Ja, dat is nog mooi. Oh ja, met aardbeien smaak. Ja, of... Hey, gewoon bloed van een vark of zo. Hey, we should close this, right? Huh? I mean, what if something's following us? Yes, fine, close it. But we gotta keep moving. Can you just... Ik had het sowieso open gehouden. Ja. Yeah. Als je moet vluchten, joh. Die zaklamp helpt wel veel trouwens, hoor. Ja, helemaal niet gewoon, joh. Maakt het wel heel creepy zo. Who's there? Anybody? Jessica! Is it you? Ze geeft geen antwoord. Hallo? Yes, it's raining outside. Gosh! Yo, zo'n klein sprongetje, joh. God, I am so glad to see you. Glad you're safe. Ja. Maar ja, dat is, ze lopen bij elkaar vandaan. Look. Look there. Wow, great. The ladder's toast. We're never gonna make it up there. No, I think I can. I think I can do it. It's like a rock wall. I'm gonna keep going. You should head back to the lodge. I've gotta get Mike. Alleen. Good luck. Ja, wat zijn dit voor beelden? Gewoon even sfeerbeelden ofzo. Waterland. Yo, wat is dit? Dat is Josh. Ja, dat betekent dat hij nog leeft, joh. Hij zag er niet heel leeg uit. Ja, hij leeft nog. Hij is alleen gewoon van die slappe hap, is hij. Wat is er niet bij? Oh, gewoon die spoortjes maken. Gotta get up there. Leap. Kijk, dat is zo'n sprongetje. Dat is een leap. Moet je hem helemaal opnieuw? Nee, toch? Ja, hoor. You've done this before. Wat is er boven? Ik weet niet. Er stond iets boven dat vondeltje daar, man. Come on, girl, you can do it. Het ding gaat ook steeds sneller, joh. Ja. Je bent heel flexibel. Kijk dat toch? Zo in mijn nek mijn benen, joh. Doe eens. Nou... Hij is echt flexibel, joh. Ja, gelijk pijn, hè. Dat is nog wel wel. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Krijgen we nog een paar sfeerbeelden te zien, of niet? Ja, is een mooi baan.
Waarom nou weer een waterrat? Ja, dat is wel een rat in het water. Dat houdt een rat. Waterrat. De oliegod. Voor ghost, wat dit nou weer was, weet ik ook weer niet. Aan mijn nagel. Ja, dat is right. Dan gaan we nou een uur naar het schep kijken of? Come on, girl, you could do it. Hoppa, en meenemen. De schoffel. Vooral die wacht gewoon even, joh. Ja, dat ding bewoog niet. Shotgun, laat die shovel erin. Ja, misschien heeft hij geen kogels meer. Waarom hebben we elke keer die kop gezien? Ja, een kutkop. Alive, for a start. Ja, life's good. Ja. The hell are you doing here? Hij heeft er nog 3 andere gekweekt. Misschien wel 30 andere. I think I got it. Let's find a way down to where this fucker lives. Ben je nou tot dit moment van de video gekomen, dan wil ik je feliciteren, want je hebt het einde van de video gezien. Wij gaan nu afsluiten, ik wil je bedanken voor het kijken, vergeet niet even dat duimpje omhoog te gooien, en natuurlijk even de abonneerknop aan te klikken. Vergeet dat ook.